meester Shippopier en welkom bij een nieuwe video. Nu vandaag is er op FIFA een nieuwe speler van de maand gekozen en deze speler werd Sergio Aguero van Manchester City. Nu moesten sommigen het niet weten, ik kijk al een hele lange tijd naar Manchester City en Sergio Aguero is een van mijn favoriete spelers. Ik heb ze een boek, ik heb ze een t-shirt, die kerel zit al bekend om 200 goals voor Manchester City. Die breekt record na record en dat is gewoon een Argentijnse legend. Het is by the way vanavond de finale tussen Arsenal en Manchester City voor de Barboa Cup. Carabao Cup. Alles wat vandaag kon ik deze fantastische kaart testen, de Player of the Month, Paarse Aguero. En weet je wat, we maken het ineens een beetje interessant. Ik maak er een uitdaging van, dan heb ik ineens een titel voor deze video. En ik noem het de Sergio Aguero Challenge. Nu, wat hebben we hiervoor nodig? Allereerst, een rare formatie heb ik aan niemand gebruikt. Een speler van de maand, Sergio Aguero kaart. Natuurlijk is dat een leenkaart, want die echte kaart kan niemand betalen. Ik bedoel, het eerste deel van die squad builder is dat je een inform Aguero moet inzetten. Dat kost lekker een miljoen munten. Nu, ik wil met deze team echt vol een bak in de aanval gaan. En dus kon ik heel dat middenveld gewoon vullen met spitsen. Deze zijn momenteel 5 van de meest dodelijke spitsen in de Engelse competitie. Zij staan nu in het middenveld en kijken op naar de geweldigheid van deze man, Sergio Aguero. En in de verdediging zetten we gewoon een paar Belgen. En om het af te maken, een Danny. En dat is zo'n team. Hiermee ga ik mensen uitdagen. En de bedoeling is dat ik enkel score met Aguero. Als er iemand anders scoort, dan telt het niet. En dat is de Sergio Aguero Challenge. Like als je het een leuk idee vindt. En ik zou zeggen, laat de afslachting beginnen. We zullen juist nog even wachten tot Aguero terug is van het wc went. Anders gaan we niet veel scoren, denk ik. Oké, tijd voor een plezant spelletje FIFA. En we zetten alles op de aanval. Alles op lid. Het is schoon, maar het is niet van Aguero. Dus dat is wel goed. Die 9 is zo aan het veren, die heeft zo helemaal niks gedaan. We beginnen opnieuw. Enkel Aguero mag scoren. Hier is hem, Aguero weer een schot! Oeh, bekend. Shit. Ja, fucking Salah, kan ik nooit inhalen. Hallo? Oh, dat is geen fout, hè? Wat? Als de kalk wordt neergehaald, dan is het wel een dikke deur, vind ik, hè? Oei, oké, okay, no defense. Maar dat is niet erg, want al wat we nodig hebben is company. Je doet dat gewoon in zijn eentje. Penalty! Telt! Maakt niet uit! Telt! Oh, hij was te laat. Eerste goal van Aguero. Let's go. Oh. Oh my god, Aguero. Kom! Oh, come on! Dat is jouw Aguero! Het is gewoon niks en het een volle goal is. Echt schoten, zie je Aguero? Echt schoten. Allee jongen. We proberen een helft. Oh, prachtige pas. Aguero, zit hem uit. Doe me neer, what the fuck is Aguero? Doe me neer, moet ik weer een omgoal maken. En Aguero weer zoiets van, yay! Ik heb gescoord, dat was een kick. Ja. Prachtige 1-2. En Aguero voor de hat-trick. Let's go. Die telt wel. Op de deur gaat het gewoon vanzelf eigenlijk. Ik bedoel, ik moet gewoon rood drukken in de ijs binnen. Hè. En de eerste rage quit is een feit. Sorry, maar als je denkt dat deze al een goede team is, dan heb je geen idee wat deze team nog kan doen. 4 goal voor Aguero, op naar de volgende match. Manneke, serieus, hoe groen is dat gras? Oh, wat is dit? Oh, mijn gat voor Aguero! Allee, is dat niet binnen? Ik heb gewoon je woorden. Dus van een beetje draaien, flikken en oké, dat is cool. Oh, dan met de keeper of wat? Oké. Okay. Maar nu. En dan. Nee, goal! Hey! What the fuck? Waarom doet hij dat? Makkelijkste goal waarschijnlijk van heel deze video. En er stond zelfs een speler in die goal, maar zie je waar is die rondzien? Die zie ik gewoon in dat publiek, mannen. Ik heb deze allemaal onder controle en heb die een bal langs achter binnen. Ah, dat spel is soms echt zo dom. Oh, Danny duwt hem weg. Danny! What the fuck, Robben? Man, ik... Wat? Och, bal toch, hè, van hozel vleesplak. Nee, ik heb gescoord. Schoon, what the hell? Ik pas tegen die keeper en die tikt dan in zijn eigen goal. Ik zeg het, is echt een raar spel soms.
wat een lekkere goal, sorry. Wat een lekkere goal. Doe een dansje, Sergio. Doe een dansje. Het is 1-4 na 30 minuten. Stop er gewoon mee. Stop er gewoon mee. En opnieuw, man van de match, Sergio Aguero met een hat-trick. Wat de hel! Hoe zelfs? Zo goed ben ik zelfs echt niet in FIFA. Dat kon ik straks in replay zien minstens 20 keer. Serieus, die goal kan ik los op RedTube zetten. Wat de hel, wat een goal. Voor alles wat ik schiet is binnen. Ja, die gast hier heeft echt zoiets van, wat zink ik hier eigenlijk nog aan het doen? Aguero! De Sergio Aguero Challenge is een piece of cake. Ah, jammer. Het is offside. Het is al de derde match met elkaar die 10 minuten. Die doen gewoon niks verkeerd. Het is gewoon te makkelijk. Goed, makkelijk. En de verbinding is voor de derde keer verbroken. Derde ragequit. Derde keer dat Kun Aguero 10.0 haalt. Ja, zeg het u. Het is bekend niet meer. Het is bekend niet meer eerlijk. We zullen eens zien hoe invincible dat hem is. Oh, hier is hem. Hier is hij. Hij is weg. Hier houden we niet. Oh, shit. Ja. Kom, kijk, meelopen, jongen. Trouwens, slak. What the fuck? I believe I can fly. Dat maakt niet uit, die er is. Allee! Zie hoe pijn dat hij heeft. Geef die meeste plaaster. Ja, het is niet gemakkelijk. En er is niet meer dat ik eigenlijk kan doen, want ik sta al op ultra aanvallend. Maar ik voel het. De Aguero gaat nog scoren. Hier hebben we hem, ze. En voilà, ze. Ik heb gezegd dat hij ging scoren, hè. En hier zit hem. Come on. Ik zet hem plank zetten. Proberen een vrije trap. Ik kan dat echt totaal niet. Ik kan toch proberen. Nou, zie je, is veel te slap, hè. Jammer. Oh ja, ja. Come on, Aguero. Laat u niet inhalen, hè. Jij kunt niet ingehaald worden. Jij zit te snel. Come on. Voilà. Opnieuw. Sergio Aguero doet het in de 72e minuut. Sergio Aguero, Danny confirmed. Aguero, waar zit hij? Waar is hij? Dat is goal. Die hoek. Van die hoek. Hat-trick Aguero. Alsjeblieft, mannetjes. Ja, het was geen gemakkelijke tegenstander, maar ja, je bent nog altijd niet opgewassen tegen Sergio Kun Aguero. En opnieuw een 10.0, het kon ook niet anders. Aguero gewoon altijd hard. Wel, tenminste heb ik deze keer de matches helemaal kunnen uitspelen, zonder dat er een rage quit. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ik deze team echt wel kapot ga maken. Kick-off glitch terug. Doe het toch. Als je denkt dat je nog kans hebt in deze match, geloof er niet in. Aguero mocht u kapot. Zeg het toch? Zeg het toch? Aguero mocht u kapot? Je mocht daar gewoon kapot. Bam! Gedaan. 4-2. Sorry, maar ik noemde je momenteel toch wel de beste spits in FIFA, want deze is gewoon belachelijk. Oh, ik kon niet tegenhouden. Ik kon gewoon niet tegenhouden. Die durfde mij gewoon niet aan te vallen. 5 matchen achter elkaar. 5 goals. 5 keer man van de match. Al wat we eigenlijk nog eens moeten doen is een afstandsshot. We zijn een goed, dik afstandsshot met Aguero. En dat is een keer content. Afstandsshot. Oh, hey. Ah, oh, dat had hem gewist. Dat had hem gewist. Dat had echt de zaligste goal gewist, maar jammer. En dan ineens heeft die jongen 9,6. Die heeft 5 goals gemokt. En dan krijgt hij geen 10.0. Hoe klopt dat? En onthoud dat ik deze match speel met 5 spitsen in mijn middenveld. Hè? Is dat de techniek om te winnen? Wie weet.
Maar bij mij lukt het blijkbaar. Ik kan nog een paar matchjes spelen, maar ik denk dat mijn punt wel duidelijk is dat deze kaart gewoon belachelijk goed is. Oké, deze tenuukjes zijn echt motte en bedankt. Oh, niks houdt je dan Gwairo tegen, hè. Niks. Maar jongen toch, hij moet die helemaal niet schreeuwen. Het is nog maar 1-0, je hebt toch kansen, hè. Allee, wat moet ons eerlijk zijn. Nee. Voilà, dik afstandsschot, klaar. Ik heb denk ik al alles gedaan met deze kaart dat ik kan doen. Nog eentje nog, hè. Allee, speciaal voor rollen. Ja, nee, genoeg zit hem, genoeg. Ik wil niet meer. We zijn een half uur bezig in dit spel en ik heb 13 schoten. Waarvan 9 van Aguero. Och, germpjes toch. Oké, sorry, maar dit wordt waarschijnlijk de ultieme uitdaging om echt te testen of deze paarse Aguero het waard is. Is deze echt de beste spits van FIFA? Na deze matchje zullen we het weten. Ik zie dat hem zo aan Barcelona-achtig wilt spelen. Gewoon passen en daar is het dan. Ik vind het meer van Aguero. Technisch gezien was het een shot van Aguero. Dus als dat telt als assist, dan laat ik het tellen. Of ook niet, weet je. We laten hem gewoon scoren. Dat is ook goed. Ja, oké, er zit een missie voor, hè. Er zit een missie voor. Ik heb niet veel aan doen, hè. Ah, oh, is dat een. What the fuck? Aguero heeft die assist niet gekregen door Koku. Wat? Oh my god, Aguero, wat een held. Nee, ernaast! Allee! Hoe is. Oh, what the fuck. Oh, oké, dat is goed gespeeld. Ik heb niks tegen dingen. Maar we geven niet af. Geen stress, boys. Come on, ja, dat is binnen. We hebben nog kans. Come on, Aguero. Let's go. Stop this shit, jongen. Vechten, mannen, vechten. Come on. Aguero, come on. Ik weet wat doe ik met Kabla. Wat een comeback. Wat een comeback. Sergio Aguero. Doe het gewoon eens in eentje. Oh, wat een held. Zieke comeback. We hebben echt veel kans gehad in de tweede helft. Jammer, we hebben niet gewonnen, maar we hebben ons wel goed verweerd tegen een zot team. En allemaal dankzij Sergio Aguero. En voor een of andere reden is Salah man van de match. Salah heeft geen schot op doel. Hij heeft wel een goal, maar hij heeft geen schot op doel. Terwijl Aguero er 6 heeft van de 11. En dan nog iets, hoe kwam Lukaku aan die assist eigenlijk? Dus Lukaku krijgt een assist voor deze combinatie. Ik bedoel, er zijn al 3 passen geweest nadat Lukaku die pas heeft gegeven. Waarom kreeg hij een assist? FIFA, het blijft een heel raar spelletje. Ach ja, beste mensen, dat was het dan voor deze Sergio Aguero Challenge met de speler van de maand Aguero. In totaal 7 matchjes gespeeld en 23 keer gescoord. En moest het willen weten, de 2 beste spitsen in het middenveld waren Lukaku en Lacazette met 7 assisten. Dat is niet slecht. In ieder geval, merci voor het kijken. Geef deze video een dikke like als je zoiets plezant vindt. Dan maak ik nog wel zoiets. En voor de rest, nog een prettige dag. Aguero will find his way through here. Sergio Aguero with the lob over the goalkeeper. City are in front in the Carabao Cup final. Sergio Aguero finds the net.